Welkom allemaal bij de tweede aflevering van Live Praat. Ik zit hier met Band 4. Nou, om even te beginnen. Jullie zitten allemaal op dezelfde opleiding? Ja. 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 En dat is? Oh, trouwens, als een van jullie even de microfoon zou willen pakken. Hallo. Hi. Vertel. Nou ja, wij zitten op de ROC van Amsterdam. Ja. En daar doen wij PACT. En het is muziek, dans, theater. En wij zitten dan op de muzikantafdeling. We hebben ook MP, dat is muziekproduction. Ja. En dat houdt eigenlijk in dat je leert hoe een band te zijn. En eigenlijk ook een beetje overleven als muzikant in deze samenleving natuurlijk. Want nou, overleven als muzikant, zo zeg je het wel behoorlijk goed. Want dat is in deze dagen is dat voor Nederlanders in ieder geval niet echt makkelijk. Nee, dat klopt. Van, merken jullie dat zelf ook al een beetje? Nog niet. Nou, nog niet echt. Ja, weet je, we krijgen niet veel betaald natuurlijk. En dat willen we natuurlijk heel graag verandering inbrengen uiteindelijk. Maar ja, dat merk je wel. Dat mensen toch wel vrij snel verwachten dat ze voor een appel en ei een beentje hebben staan. En een volle zaal trekken. Terwijl dat eigenlijk niet zo is natuurlijk. Ja. Nou, dus we weten allemaal dat het niet makkelijk is. Maar ik wil vandaag ook vooral even een klein stukje in ieder geval hebben over jullie opleiding. Want jullie zijn allemaal dus muziekstudenten. En nou, ten eerste even een vraag aan wie dan ook van jullie. Van Pedro, waarom heb jij ervoor gekozen om naar deze opleiding te gaan? Wat was je eerste idee? Nou, ik wilde sowieso echt vet graag iets in de muziek doen. Dus dat betekent eigenlijk nummers schrijven met een bandje en dan gaan toeren en dan wereldpopulair worden. En dan moet je natuurlijk ergens beginnen. En dan was dit een erg mooi begin. Dus ik dacht van, nou, als het niet hier via iets kan, dan het is gewoon een gemakkelijke hulproute waar je gewoon ook nog een beetje wordt begeleid, als het ware. Okay. Door mensen die er ook verstand van hebben. Was het moeilijk om om bij de opleiding te komen? Nou, we moesten, tenminste voor zanggeld, dat we een video moesten insturen met wat we konden als het ware. En dan moesten we een nummer zingen en toen werden we uitgenodigd voor auditiedag. Toen moesten we daar weer twee nummers zingen. En aan de hand daarvan ging je naar een middagprogramma. En het middagprogramma was in een bandje, met een samengesteld bandje met meer auditanten. En aan de hand daarvan werd je dan toegelaten, ja of nee? En waren er veel mensen die ook echt auditie deden? Of? Ja. En er worden ook heel weinig maar toegelaten. Dus je moet wel echt wat kunnen, als het ware. Vijf bandjes in totaal. Ja, gewoon vijf drummers. En dat wordt opgevuld met bassisten. En meestal maximaal vijf. En gitaristen kan wel meer zijn. Dat is wel echt heel weinig, zeg. Ja. Ja. Ik denk 40 mensen of zo. 40, 35. Zoiets. En dan zijn er wel echt meer dan 100 die er wel auditie doen. Ja, hè? Uiteindelijk zijn het ook maar vier bandjes, hè. Ja, klopt, nu wel. Maar daar, ja. Ja, want jullie zitten nu in het tweede jaar. Ja. Ik niet. Jij niet. Trots waarom op. Niet? Ik ben een drummer, ik blijf liever zitten. Ja. Ja. Dat is een applausje waard. Volgende optreden krijg je een extra consumptiebol. Nice. Nou ja, jullie hebben er in ieder geval allemaal al een jaar op zitten. Woe! Weer enthousiast zijn, jongens. Tot zover. Hoe ervaren jullie de opleiding? Is het waard voor wat jullie hebben? Van het is uiteindelijk toch minimaal 4 jaar van jullie tijd. Ja, 3 jaar. Nou, de opleiding is eigenlijk 3 jaar. En het bevalt zeker. Het is ook wel leuk hoe je mentale gang kan veranderen naarmate de opleiding bezig is. Want je hebt zeg maar eerst bijvoorbeeld, als ik het even over mijn ervaring heb. Ik wilde moet het opnieuw of wat? Nee. Gewoon doorpraten. Nee. Bandleden, alsjeblieft. Nee, maar bijvoorbeeld, voordat ik op de muziekopleiding op het PACT in Amsterdam zat, toen gaf ik al gitaarles in een muziekschool in Zoetermeer. En dat was eigenlijk een beetje met geluk dat ik daar was aangenomen, want ik had eigenlijk geen ervaring met lesgeven. Ik kon alleen gitaar spelen en meer niet. Maar naarmate ik meer lessen begon te geven, leerde ik uit ervaring. En op een gegeven moment dacht ik van, misschien zou het toch wel netjes om er gediplomeerd voor te zijn. Dus toen ben ik deze opleiding gaan volgen, was aangenomen, helemaal blij. Maar na het eerste jaar merk je toch wel dat, naast dat je een diploma wil halen, je eigenlijk toch wel merkt dat je connecties bouwt en vaak optreedt. Dus dat je eigenlijk toch wel meer wegen hebt dan alleen in de muziekschool lesgeven, bij wijze van. Dus voor jullie zelf, het heeft
de opleiding zelf heeft meer waarde dan alleen het papiertje? Ja. Zeker waar. Ja, ja. Ja, echt wel. Het papiertje heb je niks, als het ware. Het is niet zo dat iemand gaat zeggen als je ergens komt optreden van, joh, laat even je diploma zien. Nee. Dat gebeurt nooit. Het is meer zoiets van, hoe ga je met elkaar om en hoe onderneem je nou eigenlijk, hoe zit een band nou werkelijk in elkaar dan alleen liedjes instuderen en muziek maken? Ja, hoe regel je dat soort dingen en hoe zorg je ervoor dat je gewoon goed genoeg wordt betaald? En hoe zet je je naam op de kaart, dat soort dingen. Dus daar helpt het je wel bij. En de connecties natuurlijk. Het is heel veel netwerken en dat is wel fijn. Ja, we hebben natuurlijk ook op deze opleiding ook praktijk. En dan moeten we ook als bandjes moeten wij een bepaalde stijl. En dan krijgen we om de week krijgen we 2 nummers. En dan moeten we die instuderen. En dan uiteindelijk aan het einde van de periode, dus eigenlijk gewoon het einde van het semester, moet je dan een tentamen doen. En dat is dan op school live spelen. Of bijvoorbeeld volgende maand in de Wardenhall gaan wij spelen voor onze opleiding. En dan word je ook beoordeeld van, natuurlijk ook van op school, van of je goed presenteert, dat je goed bezig bent, dat je goed oefent, dat je gewoon de band helpt. En uiteindelijk ook een cijfer voor je praktijk. Dat je gewoon, staat deze band goed, is dit optreedwaardig? Gewoon, zouden hier mensen geld voor kunnen uitgeven om naartoe te gaan? Zo wordt er eigenlijk een beetje naar gekeken. Ja, of er potentie in je zit. Juist, maar wat dat ook zo is, je bent je aan het voorbereiden voor een optreden eigenlijk. En dus je hebt dus gewoon met je band, moet je afspraken maken van, oké, we gaan nu dit nummer doen. Oké, moeten we hem nog veranderen voor de zang natuurlijk, of dat de juiste hoogte heeft. Maar natuurlijk ook gewoon welke versie spelen we. En zo ben je dus eigenlijk gewoon ook een beetje het bandleven aan het leren. Je moet je vanaf mensen vanaf elkaar... Het is een proefje in het gewoon in de professionele wereld. Ja, eigenlijk wel, ja. En hebben jullie het gevoel dat als jullie dus straks klaar zijn, of misschien nu al zelfs al, dat jullie makkelijker in de professionele muziekwereld kunnen stappen? Denk het wel. Maar het ligt eraan ook welk persoon je bent. Het ligt er wel aan, want je kan het natuurlijk ook een andere er anders in zijn gekomen. Je hebt mensen die, we hebben één meisje die is nu in de tweede, die heeft Kinderen voor Kinderen gedaan voordat ze deze opleiding deed. Weet je, je hebt heel veel mensen die kunnen heel veel kanten op. Pedro, jij wilde heel duidelijk iets zeggen. Ja, waar ging het ook? Ik weet niet meer wat ik ooit wilde zeggen. Je er zelf in staat. Ja, dat is eigenlijk, meer heb ik niet te zeggen. Oh. Ja, als je ervoor inzet, dan kom je echt wel ergens. Dan kun je deze opleiding heel goed gebruiken. Maar als je niks doet en alleen maar denkt, oh, het is school, ik moet naar school, dan kom je ook nergens. Dus het ligt heel erg aan jezelf. Maar deze opleiding, ik denk dat het zeker wel iets is wat je er heel erg mee kan helpen. Maar ja. Ja, ik denk niet dat het je helemaal klaarstoomt voor de professionele wereld. Maar het helpt je zeg maar wel om daar weer in te komen. Het is een beetje de semi-professionele wereld, als het ware. Ja, meer een eerste stap van dat je begrijpt hoe het systeem daarin een beetje werkt. En hoe je met die mensen, ja, moet als het ware, moet onderhandelen. En ja, nee, dat is gewoon zo. Ja, wacht dan. Nee, ik vind de eerste stap zeg maar wel als je gaat beginnen met een instrument. Want wij zijn allemaal begonnen voordat we op een opleiding kwamen. Wacht even. En dat wilde zeg maar uitbreiden naar het schoten. Dus eigenlijk is dit gewoon de tweede stap, vind ik dan. Hè? Het is mijn ding. Ik vind het de eerste stap omdat het... kijk, het is een stap in de professionele muziekwereld. En wij worden op deze school worden wij gewoon... Vind ik, als eerste worden wij goed begeleid om de professionele muziekwereld in te gaan. Dus daarom vind ik dit een eerste stap. Ja, allemaal duidelijk en zo. Ja, jullie gaan in ieder geval in de Wardenhall optreden in een nabije toekomst. Wanneer is dat? Nee, we hebben al... Oh, jullie hebben dat al gedaan? Ja, jij bedoelt dat je met je eerstejaarsbeentje... Ja, we komen vast wel in de toekomst, komen we nog wel in de Wardenhall, maar we weten, we staan nog niet vast. Nee. Oké, nou... De komende optreden die we hebben zijn 6 oktober in Pitchers Amersfoort, dan 9 november in Volta, Amsterdam, en 24 november in The Box in Katwijk. Katwijk? Ja. Yeah. Aan de Rijn. Ook goed, dat. Gewoon Katwijk, Leon. En misschien nog meerdere optredens, maar dat weten we niet. Voor de rest nog één vraag. Denken jullie dat jullie naast het optreden ook op andere manieren geld kunnen gaan verdienen als muzikant zijnde? En hoe zien jullie dat voor jezelf eigenlijk graag? Nou ja, wat ik al eerder zei. Gitaarles geven, dat vind ik nog steeds heel tof. En als ik klaar ben met de opleiding, dan weet ik bijna wel zeker dat ik nog steeds gitaarles blijf geven, maar dan fulltime.
Gewoon heel veel leerlingen. Maar wie weet, we hebben dit jaar nog en volgend jaar. Dus met benches kan er nog van alles gebeuren. Wie weet gaat dat wel veel beter. En dan wordt dat gitaar lesgeven misschien een soort side work job, weet je wel. Nog iets anders naast lesgeven wat jullie, waar jullie potentie voor krijgen? Waar jullie kans voor krijgen om je daarin te professionaliseren in de, bij de opleiding? Workshops kan je aan mensen geven die nog helemaal niks zeg maar met muziek te maken hebben. En die het echt voor het eerst zeg maar willen gaan meemaken. En les is al gewoon iemand die echt aan het les is. Dus workshops kan gewoon bij een veel grotere doelgroep. Dus is het ook best makkelijk om daar ook nog wat mee te verdienen. En wat wordt er bijvoorbeeld gezegd over dingen als studiomuzikant? Studiomuzikant? Ja, studiomuzikant is een beetje de studiomuzikant en sessiemuzikant. Dat je... Ja, ik weet niet. Ik vind het... Ja, ik weet eigenlijk niet wat jij het... Ja, voor mij houdt het in dat je dan als muzikant wordt ingehuurd... Uh-huh. Om bijvoorbeeld, ik noem maar wat hoor, voor Gerard Joling of zo moet inspelen. Ja, heb dat je? Kan. Bijvoorbeeld, nou ja, ik zou het gewoon doen trouwens. Ik zou het ook doen, hoor. Of, betaalt of, goed, of, hoor. Of ook, ja, daarom. Gordon, weet ik veel. Die hele mikmak. Ja. Zou alle toppers doen? Nee, maar... Hij heeft wel een voorkeur. Maar dat is meer van... Als je dan wordt ingehuurd als sessiemuzikant, moet je ook wel van een blad lezen ook natuurlijk. Want voor mij is het niet zo dat je dan thuis al die nummers even snel gaat leren. Want je hebt het al druk als sessiemuzikant, snap je? Dus dan moet je goed van een lead sheet heet dat, moet je dat dus gaan oplezen. En dan kan je het ter plekke spelen. Dus dan moet je wel snel indenken en zo. Oké. Okay. Op het laatst, er komen nog optredens van jullie aan? Ja, ik ga het nog een keer zeggen. 6 oktober, Pitchers in Amersfoort. Dan 9 november, Volta in Amsterdam. En dan 24 november in Katwijk aan Rijn. En in het muziekcentrum The Box. En eind september, eind deze maand, ik weet niet wanneer dit wordt geüpload, maar eind september komt onze eerste EP uit. Met erop 2 van onze schitterende nummers. En... wat gaan we nog meer doen? Oh ja, natuurlijk. Want we komen natuurlijk vast wel meer optredens aan. Dus dan moet je gewoon even op onze Facebook en op ons Instagram. Als je gewoon Band4 intypt, vind je van alles. Dus ik zou zeggen, houd ons op de hoogte. Want we gaan vette dingen doen in de toekomst. Bij mij te gast vandaag was Band4. Woe! Ja, de optredens staan onderin in de links. En we gaan nu nog even naar een van de nummers kijken. Wat gaan jullie voor ons spelen? Wij spelen ons eigen nummer, ons grootste hit tot nu toe, Feeling Blue. Feeling Blue van Band4. I never met someone who makes me feel blue. I never met someone.
dank jullie wel voor jullie aandacht. Mijn naam is Bart Schellekes en ik probeer door middel van de Mockingbird Audio een studio aan te bieden voor opkomend talent. Dit doe ik onder andere door middel van mijn show Live Praat, waarbij ik iedere week een band uitnodig om te komen praten over de live-industrie en wat te laten horen van hun eigen muziek. Op deze manier kunnen zij hun muziek ten gehoor brengen en kunnen zij meer aandacht krijgen voor hun eigen werk. Bands die willen laten zien wat ze kunnen bij Live Praat, hoeven enkel een mailtje te sturen naar info@mockingbird.amsterdam. Ik zal er dan voor zorgen dat er zo snel mogelijk een plekje voor jullie is. Verder gebruik ik de studio om op een betaalbare manier opnamesessies aan te kunnen bieden aan zoveel mogelijk muzikanten. Zo is het bijvoorbeeld voor singer-songwriters altijd goedkoop om bij mij hun muziek op te komen nemen en af te laten mixen. Ben je gedeeld van een band die graag een album wilt opnemen, maar daar weinig tijd voor hebt? Meld je dan aan voor het bandbegeleidingsproject. Hierin laat ik een band in een traject van 17 weken een album in elkaar knutselen met sessies van 3 uur per week. En dit alles voor de prijs die ietsje hoger is dan de huur van een oefenruimte. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Dan kun je eerst altijd kijken op de site www.themockingbird.nl of je kan een e-mail sturen naar info@mockingbird.amsterdam. Dankjewel.